Ik start een nieuwe serie genaamd Road to Pro. En hoe werkt het? Ik ga beter worden in FIFA, hoop ik. Aan het begin speel ik aftrap in FIFA op legendarisch, wat eigenlijk net te moeilijk is voor mij. Aan het begin is mijn team 4,5 ster beter dan die van de computer. Bij elke win wordt dat een halve ster minder. Tot ik een 4,5 ster minder goed team heb. Dan ga ik Ultimate Team doen en kijken of ik beter ben geworden. Ik begon met wat oefeningen in verdedigen, want daar ben ik heel slecht in. Vrije trappen vind ik ook moeilijk, dus dat oefende ik ook nog even. Als laatste ging ik een challenge doen. 10 keer achter elkaar scoren en ik mag 1 level overslaan. 1 gaat erin. Dat is al lekker. Kunnen we gelijk door misschien. Hopelijk dan met de tweede. Ja, dat doen we ook. Mbappé. Tegen Courtois doe ik het trouwens. Dus het is geen slechte keeper. Maken we ook de derde. Dat doen we, ja. Oké, we moeten er nog 7 scoren en dan mag ik een level overslaan. Maar hopelijk gebeurt dat. Nu gaat hij er weer in, nog 6. Maar het kan natuurlijk, als je er 1 mist, heb je het ook niet gehaald. En deze gaat er ook in. We hebben er nog maar 5 te gaan. En deze gaat er dan hopelijk ook in. Oh, dit is een fout. Deze gaat er niet in, helaas. Dan kunnen we hem dus al niet meer halen. Maar ik ging het toch afmaken. Dan kan ik later het nog een keer doen. Om te kijken of ik beter ben geworden. Ik ga hier even terug. En dan ga ik hier even stil. En dan ga ik weer opnieuw. Alsof ik een nieuwe kans heb. En deze gaat er wel in. 6 van de 7. Nog 3 te gaan om te schieten. En we gaan ze allemaal scoren. Deze in ieder geval wel. Moeten we er nog 2 schieten. Dit is de eerste. Gaat dit ook een goal worden? Ja. En wordt dit dan ook nog een goal? De allerlaatste. Ja, dat wordt het ook. N.E.T. niet genoeg. Als laatste nog wat powershots. En toen begon de eerste wedstrijd. Het is Barcelona tegen Drogheda United. Ik heb ook doelen. Elke wedstrijd 4. Voor elke doelstelling die je haalt krijg je 25 punten. En die kan je inzetten om dingen te kopen. Voor 100 punten kan je de eerstvolgende wedstrijd laten beginnen met 1-0 voorsprong. Voor 250 punten met een 3-0 voorsprong. En met 500 punten kan je 1 level overslaan. Dus 1 niveau, zeg maar. Dit zijn de doelen voor de eerste wedstrijd. 5 goals maken, geen kaarten krijgen, meer dan 45% balbezit en meer dan 85% van de passes komen aan. Hier is de eerste wedstrijd tegen Drogheda. Hier kan Lewandowski er langs en scoren. Het is al 1-0. Hier cornertje, kopbal van Lewandowski gaat er ook in. Nu dan Drogheda in de aanval. Oh, ik verdedig echt heel slecht. Dat kan ik echt niet, maar de keeper houdt het vol. Hier gaan zij weer. Kunnen ze, oh, ze komen er weer gewoon lekker langs. Deze keer heeft de keeper hem weer. Je kan Drogheda alweer gaan. En deze keer gaan ze... de hoek was vrij, maar de keeper heeft hem weer. Corner dan. Koppen ze hem? Nee, wij werken hem weg. Kunnen we dan counteren? Fati is de enige die mee naar voren is. Maar hij is wel snel, dus misschien lukt het toch. En heb ik gelijk? Ik denk het wel. Ja, het is 3-0. En dan kan Drogheda nog een keer... Zij willen vast ook nog wel een goal maken. Hier, ja, dit moet lukken. Ja, het is 3-1. Kan Drogheda nog een keer? Nou, ja, als ik zo slecht verdedig, moet dat toch wel lukken. Maar net niet. Wegwerken is ook gelukt. En dit is 4-1. En hebben we dan nog één kans op 5-1? Nee, net geen goal helaas. Maar goed. En dan eindigt het in 4-1 in deze wedstrijd. En laten we even gaan kijken hoe het ging met de doelen. 5 plus goals maken is helaas niet gelukt. Geen kaarten krijgen wel. Bijzonder voor mij. Meer dan 45% balbezit helaas ook niet. En de 85% van de passes kwamen inderdaad aan. Op naar de tweede wedstrijd. En de tweede wedstrijd is Barcelona tegen Dundalk. En dit zijn de doelen. We hebben nu 50 punten. Meer balbezit dan de tegenstander. Meer gelukte passes dan de tegenstander. Meer geen kaarten krijgen. En een clean sheet halen. Dat moet op zich allemaal wel kunnen. Oké, hier begint de wedstrijd. Kunnen we gelijk 1-0 maken. Bijna bij de rust, maar het lukt niet. Het is al rust, nu al. Oké, vlak na rust. Wij hebben de bal onderschept.
Kunnen we er dan nu eindelijk wat mee? We hebben nog niet echt iets gecreëerd. Alba is doorgelopen. Rafinha, mooie aanval. Dan moet het 1-0 zijn. Lewandowski maakt hem. Kan Dundalk dan nog wat? Hier komt een kans. Oké of zo. En dan is het 1-1. Echt heel slecht gaat het. Maar goed, dan kunnen wij misschien uit de aftrap gelijk een kans gaan krijgen. Hopelijk. Of anders. Het moet sowieso nog, want we staan nu gelijk. Ja, Fati kan hier langs. Hij is wel snel. Lewandowski gevonden en die maakt het 2-1. En dan eindigt het daar ook in. We winnen wel, maar wel heel moeizaam. Dit was de laatste wedstrijd. Alleen nog even kijken naar de doelstellingen en de punten. Oké, meer balbezit dan de tegenstander is mislukt. Meer gelukte paas is gelukt. Geen kaarten is ook gelukt. En een clean sheet halen is helaas dan net weer niet gelukt. Maar best prima. En we hebben nu 100 punten. Maar dit was het voor deze video. Vergeet niet te liken en abonneren. En druk ook even op dat belletje. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's.